Het aantal letselongevallen in de Brusselse tunnels is aanzienlijk. En dat komt vooral omdat er in tunnels sowieso extra risicofactoren aanwezig zijn. Zoals de nabijheid van de tunnelwand, de hellingen, het wegverloop, de zichtafstand, noem maar op. Bovendien doen er zich soms ook pechgevallen voor waarbij auto's op de weg blijven staan. Daardoor komt de doorstroming van het verkeer in het gedrang en is het risico op bijkomende ongevallen des te groter. Peter geeft je vandaag een aantal nuttige tips om veilig door die tunnels te rijden. Zet in ieder geval voor het binnenrijden van de tunnel altijd je lichten aan. Dagrijlichten die volstaan niet, want die werken alleen vooraan. Dus ook je achterlichten moeten aan om de zichtbaarheid in de tunnel eigenlijk te vergroten. Respecteer, zoals altijd trouwens, ook in de tunnels de snelheidslimieten. In stadstunnels, zoals die in Brussel, geldt algemeen gesproken een beperking van 50 km per uur. Deze kan hoger liggen, maar als je gewoon de signalisatie volgt, kan je eigenlijk niet misgaan. Zoals overal dien je ook in de tunnels je rijstijl aan te passen. Laat voldoende afstand, respecteer de snelheidslimieten, want je weet nooit wat je kan tegenkomen. Een ongeval, een ander obstakel of een file. Als je in een tunnel in een file terechtkomt, begin niet achteruit te rijden, maak geen rechtsomkeert. Dat is misschien evident, maar we zien het meer en meer gebeuren en dat is levensgevaarlijk. Stel dat je in pannen valt in een tunnel, breng dan jezelf in veiligheid. Doe je fluohesje aan, zet je gevaardriehoek en begeef je naar een noodnis. Daar zijn noodtelefoons en die brengen je direct in contact met iemand die je kan helpen. Centrum Maurice, goedendag, bonjour. Ja, en u staat in de NAVO-tunnel? Oké, dat is genoteerd. Wij sturen direct iemand langs. Voor het inrijden van de tunnel is het belangrijk dat je de signalisatie goed in het oog houdt. Bepaalde voertuigen mogen gewoonweg niet in de tunnels rijden. Er geldt sowieso een verbod op het transport van gevaarlijke goederen. Voertuigen hoger dan 3,5 meter zijn ook verboden. Dit omdat ze door hun hoogte schade kunnen toebrengen aan de tunnelinfrastructuur. Autocars en vrachtwagens zijn uit den boze, maar ook elk voertuig dat in beladen toestand zwaarder is dan 3,5 ton mag er ook niet in. Let bij het rijden in de tunnels ook op de lichten. Een groene pijl betekent dat de rijstrook volledig vrij is. Bij een verdrijfpijl kan je verderop een obstakel verwachten en dien je dus uit te wijken. Een rood kruis betekent dat de hele rijstrook afgesloten is. Soms moeten we helaas ook een tunnel volledig afsluiten. Dit doen we door de rode verkeerslichten aan te zetten aan de inrit van de tunnel. Die worden helaas niet altijd gerespecteerd en daarom worden meer en meer tunnels voorzien van slagbomen. Het gebeurt natuurlijk zelden, maar stel dat er brand is in een tunnel, leg dan onmiddellijk je motor stil, laat de sleutel in het voertuig liggen, stap uit, begeef je naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en bel natuurlijk zo snel mogelijk de hulpdiensten. Of er in tunnels meer ongevallen gebeuren dan elders op de weg, is niet meteen duidelijk. Het staat wel buiten kijf dat tunnels risicovolle schakels in ons wegennet zijn, want de gevolgen van een ongeval kunnen er nog ernstiger zijn dan in de buitenlucht, bijvoorbeeld als er brand ontstaat. Nu, als je de verkeersregels en dus ook de snelheidslimieten respecteert, voldoende afstand houdt en tijdig je lichten aanzet, dan kan je die risico's aanzienlijk beperken. En dan zo, met z'n allen, zonder ongevallen. Je kan deze en vorige uitzendingen opnieuw bekijken op de website van de Federale Politie.